In de nacht van 9 op 10 mei vindt er in het Turkse café Istanbul in de Nijmeegse wijk Malvert een gewelddadige moordpartij plaats. Twee broers van Marokkaanse komaf overleven de avond niet. Het zou gaan om een conflict tussen criminelen. De broers Bjorn en Gjodan D. worden verdacht schuldig te zijn aan de dood van de twee. Vandaag hoorde Bjorn dat zijn voorarrest voorlopig verlengd wordt. Hij wordt ervan verdacht, tezamen in vereniging op 9 mei 2016 te Nijmegen, Najim Eshargi en Otman Eshargi van het leven te hebben beroofd door ze kort gezegd te hebben doodgeschoten. Advocaat Jan-Hein Kuipers eiste de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte. Ik ben hier naartoe gegaan vanmorgen met de inzet dat mijn cliënt in vrijheid zou moeten worden gesteld. Omdat het dossier daar echt aanleiding toe geeft. Er is geen belastend materiaal gevonden. Getuigenverklaringen zijn ontlastend. Verklaringen van mijn cliënt zelf zijn ontlastend. De rechtbank dacht daar anders over. De rechtbank heeft gezegd dat er op bepaalde vlakken, en dan gaat het om de vraag wie nu welk wapen zou hebben gehad, nog onderzoek nodig is. En in dat verband, ook gezien de ernst van de zaak, zijn natuurlijk twee jongens overleden. Op dit moment nog niet aan de orde is een vrijlating. Maar wat niet is, kan nog komen. 17 januari wordt de zaak vervolgd.